Welkom allemaal. We zijn aanbeland bij vlog nummer 6. Vandaag gaan we de allerlaatste instrumentgroep aan jullie voorstellen. En dat is Fabienne. Die gaat jullie meer vertellen over de bugels. En Monique die gaat vertellen hoe zij zich als enige vrouw staande weet te houden tussen alle tuba-testosteron. Kijk, snel kijk mee. Ik ben Fabienne. En wat voor instrument speel je? Ik speel bugel bij Van Vaars Windkamer. Is er iets dat kenmerkend is voor de bugel? Voor de bugel zelf. Het heeft gewoon een hele mooie, warme klank. En eigenlijk is het gewoon het belangrijkste instrument binnen de fanfare. Waarom? Ja, zonder de bugel zou de fanfare gewoon niet bestaan eigenlijk. Dat hebben we vaker gehoord tijdens de interviews. Ja, maar dit is echt. Ik ben Monique. Wat speel je? Ik speel tuba, euphonium, bariton, hoe je het wilt noemen. Wat is kenmerkend voor jouw instrument? Dat wij vaak de tegenmelodie spelen, dat we een hele mooie ronde toon hebben. Ja. Je zit tussen allemaal mannen in ja. De sectie. Hoe is het nou om als enige vrouw in een sectie te zitten? Leuk! Leuke mannen om me heen. We mogen wel wat jonger eigenlijk. Oh, dus ze zijn al wat ouder, hè? Bij deze een oproep, er mogen ook jonge mannen in de sectie. Ja, graag. En heb je zin om op het concours te gaan? Ja en nee, ik vind het heel spannend. Maar het is gewoon zo leuk met onze groep, heel gezellig. Dus heel veel zin in. Ja. Leuk, intensief. Het vergt veel vrije tijd. Ik heb ook nog een man die met een andere vereniging op concours gaat, dus we moeten een beetje schipperen thuis. Extra spannend. Extra spannend, ja, want ik wil winnen. En hij speelt bij de concurrentie. Ja, en wij gaan winnen. Oké, wij gaan winnen. Nee, knip dat maar eruit, want... Nee, ik ben wel fanatiek dan wil ik winnen. Ja. Okay, dus maar ja, leuk, ik heb er wel zin in. En heb je nog een speciale herinnering aan de fanfare, wat er voor jou uitspringt? Wat er uitspringt? Concertreizen. Leuke dingen samen. Eigenlijk kan ik niet één ding noemen. Het is eigenlijk gewoon echt heel gezellig bij onze groep. Ja. Nou, ik ben pas een jaartje of 7 lid. Ik heb ook helaas de vorige concertreis niet mee kunnen maken in verband met de geboorte van mijn zoontje. Maar ik vond het vorige concours ook wel top. Gewoon, vooral het feestje daarna. Hè. Heel belangrijk. Hier weten ze wel wat feest vieren is. Dus, dat waren Fabienne en Monique. En daarmee hebben we nu alle instrumentgroepen van de fanfare voorgesteld. En je weet het, zaterdag 25 juni is ons tweede concert in het Asset Theater in Beek vanaf 7 uur. Vrije entree. En dat is, dan ontmoeten we onze concurrenten fanfare... Eendracht uit Nieuwenhagen Heide en Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Hulsberg. De volgende vlog zullen we wijden aan dit concert. Wij repeteren ondertussen druk verder. Maar wil je nou ook helpen in de voorbereidingen? Deel en like dan deze vlog. En wil je niks missen? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van Fanfare Sint-Gabriel. Tot de volgende keer!